Wat gebeurt er eigenlijk met al die mooie boeketten die tijdens Kom in de Kas als decoratie worden gebruikt? Nou, die gaan naar verzorgingshuizen en instellingen in de regio. De mensen daar zijn er erg blij mee. Traditioneel rijdt een team onder leiding van Jan Groenewegen langs de verzorgingshuizen in de regio. Dit is de zorgtuinderij in Wateringen. Namens Kom in de Kas komen bloemen brengen. Jullie een mooi plekje. Het is ontstaan eigenlijk met toen ik een jaar of 10 in de Naaldhorst heb gebivakkeerd. Natuurlijk als oud tuinder in de tuin. En ik kwam in contact met Kom in de Kas. Ik zeg, mag ik wat vazen meenemen voor in de Naaldhorst? Nou, het jaar erop mocht het er wat meer wezen. Het jaar erop zei ze, neem ze alsjeblieft allemaal mee. Jij zorgt tenminste dat de bakken terugkomen. De lege bakken in de afloop. En al die boeketten zijn in één keer te vervoeren. Nou, we hebben er zo'n 70 te verdelen. Kleine vazen, grote vazen, maar vooral de anthuriums en de gerbera's. Dat zijn ook enorme bakken. En dan moeten we 3 weken bijhouden. Want ja, dat water geven, dat wil nogal eens in het verschiet raken. Dus 3 weken lopen we ze na. De 3e week gaan we de bakken weer ophalen. En bezorgen die keurig netjes leeg bij het bestuur van de Kom in de Kas. Dus alle hulde aan mijn team. Maar vooral aan de Kom in de Kas die dat stimuleren om dat op deze manier te doen. En dan gaan de bezorgers door naar het volgende afleveradres.